Aram Beet verdient momenteel geen 900.000 euro per jaar bij RTL Boulevard, zoals Albert Verlinde dat vroeger wel deed. Dit stelt tv-criticus Victor Vlam, die opmerkt dat de salarissen in de media-industrie tegenwoordig aanzienlijk lager zijn. Onder het leiderschap van Albert Verlinde, die als het gezicht van de showrubriek werd beschouwd, was RTL Boulevard altijd een bron van roddels en sensatie. Verlinde's jaarsalaris van 900.000 euro is echter een ver verleden. En de huidige opzet van het programma laat zien dat het niet meer om één vaste presentator draait. Vlam legt uit dat RTL Boulevard en RTL Nieuws een strategisch beleid hanteren waarbij presentatoren en deskundigen vaak worden afgewisseld. Hierdoor blijft de sterrenstatus van deze mediafiguren beperkt, wat resulteert in lagere salariseisen. Door het inwisselbaar maken van presentatoren wordt het voor hen lastiger om hoge salarissen te eisen, al dus Vlam. Hij wijst erop dat het huidige format, dat acht jaar geleden werd geïntroduceerd, precies op deze strategie is gebaseerd. De verschuiving naar een nieuw format heeft geleid tot lagere vergoedingen voor de deskundigen die mee verhuisden, soms zelfs aanzienlijk. RTL Bazerland Galjaard had destijds de bedoeling om de afhankelijkheid van Albert Verlinden te verminderen en meer inwisselbare gezichten in te schakelen. Het resultaat is een programma met vier vaste presentatoren en talloze deskundigen, wat de onderhandelingspositie van deze laatste verder verzwakt. Op dit moment heeft niemand in het team van RTL Boulevard een salaris dat vergelijkbaar is met dat van Verlinde, volgens Victor Vlam. Colseo host Lars Duursma voegt eraan toe dat het moeilijk te geloven is dat Rob Gozes of Aram Beet ook maar in de buurt komen van dergelijke bedragen. De situatie is momenteel zo dat zelfs sterren van andere programma's zoals Show News beter worden betaald dan de deskundigen van RTL Boulevard. Zo verdient Iris van Lunenburg meer dan Jeroen Snel, wat een illustratie is van de ongelijkheid in de sector. Duursma en Vlam bespreken ook hoe Boulevard profiteert van het hebben van meerdere media- en showdeskundigen, wat hen in staat stelt om deze figuren tegen elkaar uit te spelen. Dit maakt het voor de betrokken deskundigen moeilijker om om salarisverhogingen te vragen, aangezien ze in concurrentie staan met elkaar. Duursma concludeert dat, hoewel Rob Gozes voorlopig niet ontslagen zal worden, het ook betekent dat hij geen kans heeft op een hoger salaris. Victor Vlam bevestigt deze observatie, dat is inderdaad de realiteit. En zo zit het in elkaar. Het gesprek benadrukt de huidige dynamiek binnen de mediawereld, waarin de onderhandelingspositie van individuen steeds meer wordt verzwakt door strategische keuzes van de leidinggevende structuren.